Goed zo. Mooi super. Hoor. Super. Netjes. Goed zo. Fantastisch. Hoe hoog is dit? 1 meter? Ja, dat is 1 meter, ja. Oh my god. Bij Romy was hij al een stuk fijner, bij Jill was hij super fijn en nu was hij bij Edwin ook echt mega fijn. Oké, we gaan naar de B-proef kijken. Dit is wel goed, hij heeft wel een goede takt van stap. Dat is even heftig hè, met dat schrikken. Hoge hoogtepunten en hele lage dieptepunten. Goedemiddag, het is vandaag maandag en Nasje en ik hebben om 1 uur les. Springles van Edwin, Noek en Isabel zijn mee, dus Noek die gaat lekker foto's maken. Ik hoop dat het een beetje lukt. En jullie gaan weer lekker meekijken. En wat is nou je volgende doel? B-dressuur. En het volgende doel wordt qua springen denk ik keer een dubbelsprong. Ook omdat natuurlijk nu het parcours straks weer klaar staat in de binnenbak. Ja. Wil ik toch kijken of we af en toe wat parcoursjes mee kunnen pakken. Dat hoeft dan maar 30 centimeter te zijn. Yes. Daar zat ik op te wachten. Ja, die wou ik horen. Ik denk, nou, dat oefenspringen in Brummen hebben we weer. Nou, we gaan weer mee beginnen. Ik denk, nou, dat iets van 25 september of zo, of 27 was, dat was echt weer de eerste wedstrijd. Maar ik vind 70 centimeter wel nog echt wel te hoog. Ja. De eerste keer, je moet ook niet de eerste keer starten op wedstrijd. Gewoon nee, precies. Lekker het oefenparcours doen. Ja. Dan, maar staat maandag het oefenparcours er nog als zaterdag de wedstrijd is geweest? Of niet? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik kan het vragen of ze dat willen doen. Ja. Kijk, want op zich is oefenparcours eigenlijk nog leuker en voor de jonge paarden veel fijner dan een wedstrijd. Zeker. Want je betaalt hetzelfde geld, alleen je mag bijna een uur in de baan zijn. Je kunt rustig over je ding doen. En zeker als je overdag bent, 's avonds is dat wat moeilijker. Ja. Maar als je overdag komt, kun je rustig alles wat je fout doet, kun je opnieuw doen. En dat is met een wedstrijd niet. Is het fout, dan moet je eruit. Nou, precies. En ik kan bijna altijd overdag gewoon ook. Dus niet doen. Nou, dat is hartstikke mooi, want ik ook. Dus dan kun je bellen, dan kan ik je gewoon helpen daar. Ja, ja, top. Ik ben er toch meestal 's ochtends al met een paar jonge paarden. Dus. Ja, precies. Heel goed zo. Heel goed. Hè? Ja, ik denk, ik ga het niet zeggen, want ze zien. Goed zo, jongen. Lekker, zoveel lekkerder zo te trainen, hè? In plaats van overal naar kijken. Steun op je onderbeen, steun op die beugels, hakenlaag, kuiten eraan. Heel goed zo, heel goed zo. Lekker onder je uit laten galopperen, dat is goed. Goed zo. Maar kijken of je daar iets meer ruimte kunt pakken naar achteren toe. Heel goed zo, heel goed. Stelling houden naar binnen, binnenbeen eraan, juist. Goed zo. Mooi super. Hoor. Super. Easy. Goed zo. Kijk, en als je hem dan zo mooi rond de door hebt en voorwaarts laat galopperen, moet je kijken of je daar ook rustig op terug kunt gaan zitten. Dat je dan ook een paar pasjes al... Je kunt wat laten sluiten in die galop. Ja. En ik vind altijd het makkelijkst om de verzamelde galop te leren door rustig te stappen en dan hem proberen aan te laten galopperen. Heeft hij daar nog wat moeite mee? Dan van ga je stap dus naar galop? Bedoel je? Van stap naar galop, ja. Okay. En dan ga je eerst heel wat verzamelen. Kijk, nou neem straks in de rechterhand, nam je daar tempo, dan is die uit elkaar, heb je tempo en dan rolt hij door de galop in. Ja. Probeer hem wat verzamelder te houden, wat rustiger in draf en dan aan te galopperen. Want dan heb je ook veel rustiger galop gelijk. Ja, okay. En als je dan verder daarin gaat en hij wordt daar sterker in en je kunt hem mooi bij elkaar houden, druk opbouwen vanuit die stap, been aanleggen en dan aan laten galopperen. Dan heb je eigenlijk een hele langzame galop waar vanuit je naar voren toe werkt. Dus dan ben je eigenlijk met een verzamelde galop bezig al in dat stukje, terwijl je naar voren rijdt. Ja. Nou, daar wordt hij sterk van. En als je dan vanuit de gewone galop een keer terugschakelt, dan kan die ook heel makkelijk terugkomen. Ja. Want als je altijd hard galoppeert en je denkt, oké, we moeten nu verzamelen en nu ga ik gewoon vooraan zitten hangen totdat hij teruggaat. Ja, dan worden ze sterk. Ja. En ze vallen 9 van de 10 keer toch in draf. Ja, precies. Nu weer trots op jou, hè, meneertje? Zoveel fijner als ik gewoon niet eerst die strijd helemaal heb. In draf. Ja, is verbinding houden. Goed zo. Op het midden blijven. Wat is dit? Juist.
Maar staat goed hoe die net draaft of moet die kleiner? Nee, nee, is goed, is goed. Als jij maar de controle houdt over het tempo. Ja. Want hij begint een beetje aan te trekken. Iets opvang. Goed, zo, nou heb je hem. Dat voelt zo raar. Iets meer opvangen, zodat hij overal net een pasje meer bijzet. Okay. Want hij komt eigenlijk net niet uit met zijn grote passen. Ja. Yeah. Want eerst dan rent hij er wat door, dan denkt hij, oké, okay, tempo. Ja, het wordt een soort half. Ja, is goed. Half juist, opvangen, zeg ho, ho. Zo, juist. Ho, ho. Goed, zo. Dat is zo. Juist, jij doet hem iedere keer opvangen, zeg ho, en ontspan. Zodat hij naar beneden kan kijken. Want je voelt nog dat hij in het laatste stukje wordt hij nog net wat loperig. Ja. Dan krijg je die pas er weer bij tussen. Ho, ho, juist. Zo, juist. Laat hem maar rustig opvangen. Laat hem maar kijken. Zo. Kijk, nou had je ze wel. Juist, in die lijn daar naartoe je paard weer netjes recht. Handen dicht bij elkaar voor je bij de hals. Vooruit blijf kijken. Goed zo. Dus in de lijn denken van ik rij zo ver mogelijk rechtuit. Die hindernis komt alleen langs. Juist. Oké, flink. Hetzelfde als net het lijntje in draf. De inrijden en controle houden over tempo. Hij kan overal een galoppas tussen zetten. Als hij te groot gaat, dan stapt hij er half overheen. Probeer hem wat op te vangen. Ja. Dus maar de bedoeling is dat we straks een keer in galop gaan, dus wel echt. Alle balkjes precies daartussen gaan landen. Ja. Dat wordt makkelijker als ik hier sprongetjes van ga maken zo direct. Ja. Juist, en recht voor je uit doorrijden. Juist, ga door. Goed zo. Goed zo. We gaan links, we gaan links, we gaan links. Kom. Braaf, belonen, belonen. Goed gedaan. Hij had het meteen door. Ja. Je voelde het nog slingeren alle kanten op. Geef niet, kom goed. Nog zorgen keer? Dat je dat probeert tussen het been te houden en door vooruit te kijken, recht vooruit te sturen. Ja. En hij gaat dus vanzelf snappen waar hij naartoe moet. Juist, goed zo. Goed zo. Goed gedaan. Exact hetzelfde. Goed zo. Braaf. Goed zo. Juist, kijken. Zorgen dat hij weer recht is als je de wending uitbindt. Steun op die beugel voor je uit. En hij zoekt het wel op. Goed zo. Oh, easy. Goed zo. Ik vind het wel moeilijk om en mijn hand mee te geven en hem bij me te houden. Ja. Dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Nu is dit nog niet zo hoog dat je echt die hand heel veel mee moet, maar... Nee, nee, ook dat. En als je je hand op de juiste positie bij de hals zet, dan is het oké. Okay. Ga erin. Hij heeft hier geen ruimte. Ja. Dus heel veel terug op het moment dat de hindernissen staan, hoef je met je hand ook niet te doen. Dus eigenlijk kun je dan je hele hand loslaten. Ja. Want hij kan toch niet weg. Nee. En dat moet hij zelf leren. Goed zo. Ja. Schattig hoe hij gewoon zo zijn best doet. Hè? Of zijn puppies. Ja. Gewoon bij hem blijven. In die verlichte zit. Steun op die beugels. Dit is braaf. Hoe meer wij duwen en naar voren gaan zitten, hoe harder ze willen gaan. Ja. Ja, is goed. Steun houden zo. Goed zo. Braaf jongen. Ja, stelling maken. Hier laten opletten. Oké, okay, buitenkant eraan en weer recht. Steun op de beugel en laat maar lopen. Goed zo. Goed zo. Netjes. Niet voorzichtig. Goed zo. Zo, en alleen maar denken aan jouw houding. Zo, juist. Laat maar gaan. Laat maar gaan. Goed zo. Wij moeten in balans. En zorgen dat hij er mooi in komt. De rest moet hij allemaal zelf doen. Goed zo. Goed zo, ja. Gaat al iets beter. Ja.
Daarin mag jij dan, als jij dat voelt aankomen, iets terugblijven. En je mag ook rustig zeggen, ho, 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 ho. Okay, zodat hij iets terug, meer terug naar je springt. Goed. Ik voelde dat de eerste ging goed en bij die tweede voelde ik hem al dichter erop komen. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van je onderbeen een beetje die positie aannemen en je bovenlijf zo, ho, ho, ho. Ja. Zo van, neem mij maar mee. Ik ga niet voor je uit, zodat jij gaat volgen. Maar ik blijf een beetje wachten. Misschien snap je dan dat je zelf ook moet wachten, anders ga je die fout maken. Ja. En voor hem is het alleen maar spelen, is het leuk en is het grappig. Maar wij zien aankomen dat die balk eraf gaat. Ja. Juist bovenlichaam terug. Oh. Ja, en laat maar los. Goed zo. Goed hoor. Oh, alsnog allebei eraf. Moeilijk hè, jongen. Ja. Ja, het voelde alsof die juist meer terugkwam, maar alsnog waren alle balken eraf. Geeft niet. En ik was hier te laat met mezelf mee naar voren, maar ik deed wel. Ik zag het. Maar dat is beter dan dat je te vroeg naar voren gaat. Ja. Want dan schiet je hem weer zo af naar voren. Ja. Yes. Gewoon lekker rustig stil achter die hals blijven zitten. Probeer hem zo mooi op het midden te houden. En zo min mogelijk met je hand eraan hoeft te sturen. Goed zo. Ho, ho. Juist. Goed gedaan. Hé, hey, die was heel goed hoor. Had hij niet gezien dat ik die ook hoger had gedaan? Wat zei je? Ik had deze net voor hoger gedaan. Ja, maar ik was echt... Hij ging wel heel goed in het voorste stukje. Hij ging heel goed daar. Ja. Waardoor ik hier ook zelf mooi mee kon zitten. Ja. Maar ik deed inderdaad ietsjes terugzitten. Hier. Oh, wat leer jij toch goed, hè? We doen hem nog één keer. Ja. En dit keer laat hij gewoon netjes alles liggen. Toch? Leg de lat niet te hoog. Nou ja, anders dan... Maar één keer, schatje. Leg ik het er wel weer op, hoor. Zo, zelfde manier. Hij doet het. Juist. Goed zo. Netjes. Goed zo. Fantastisch. Super. Hey, knap van jou. Het is een mega dikke oksel gesprongen. Ja, what the fuck. Hoe hoog is dit? 1 meter? Ja, dat is 1 meter, ja. Oh my god. Ik denk misschien wel 1,5, maar... Omdat hij daar zo straks wat tegenaan liep, lang voor hoog had gedaan, was hij wat parallel. Had ik hem achter wat hoger gedaan en dan komt hij iets meer terug. Dan ziet hij meer hindernis. Kan hij ervoor ook gewoon vanaf blijven. Oh, kijk eens hoe knap je bent. Dan hebben die jonge paarden nog meer nodig. Een beetje dat opbouwende oksers, oplopen, dat ze makkelijk kunnen springen. Niet meteen te dik en te veel terug. En hier kwam hij genoeg terug, bleef netjes in de lijn. Heel netjes. En dan krijgt hij ook een hele mooie plek om hier, want je kunt zien, hij gaat iedere keer keurig netjes hier daartussen af. En dan maakt hij een supermooie sprong. Ja, ik heb alleen nu echt alles na de sprong, heb ik geen aandacht aan gegeven. Maar dat is niet zo belangrijk, in dit stukje was het meer belangrijk. Nee, net. Maar hij liep daar keurig de bocht door. Hij gaat wel wat vroeg de bocht door, maar ja, dat is omdat hij daar nu niet zo fijn in wil lopen. Ja, en hij valt een beetje lelijk terug in draf en zo, maar denk je, dat komt dan weer... Dan moeten we niet iedere keer het probleem opzoeken. Ja, precies. We moeten het wel makkelijk houden en leuk. Ja. Oh, zo goed gedaan. Maar ook zijn manier van springen verandert zo. Is zo een beetje met de rug weg en op een gegeven moment begon hij toch zich in zijn lichaam te zetten en meer dat hele lichaam te gebruiken. Ja. Hoi, kom even dankjewel zeggen. Denk je goed geweest zo? Zat. Ja. Ja. Oh. Ik ga de sprongen maar natellen. We hebben wat, bijna 2 parcoursen gereden. Nou. Ja. Oh, liefie, hè? Het weer is omgeslagen. Het zonnetje schijnt erg hard. Het waait ook best wel pittig. Maar wij zijn alweer een paar uur thuis. Even lekker binnen gezeten. En ik wilde nog wel even stuk vertellen hoe ik mijn springles vond gaan. Ik vond het echt niet normaal hoe die het deed. Echt zo bizar goed. Echt super trots. En die okser op het einde, jongens. Die achterste balk lag gewoon op 1 meter. Edwin denkt zelfs op 1,5 meter. Maar we hebben het niet nagemeten. Wel als je gaatjes stelt en zo, dan kom je wel ongeveer rond die meter uit. Oh, zo trots op hoe die dat deed. Echt. Dat is zo fijn aan Nudge. Ik ben zo niet bang voor de hoogte met hem. Omdat hij gewoon... Eigenlijk bij dit soort hoogtes alleen maar zijn benen hoeft in te klappen en dan is hij er overheen. En hij sprong ook, Noek heeft foto's gemaakt, hij sprong er best wel cool overheen. Na de sprong mocht het allemaal nog wat beter, maar
zoals ik met Edwin daar aan het einde over had, daar waren we eigenlijk niet mee bezig met wat er na de sprong was. Hè. Je moet het soms even, we waren nu met het lijntje bezig en even niet daarna. En de volgende keer kan je dan eventueel weer meer daarmee bezig zijn. Maar het is zo fijn dat hij gewoon ook zoveel chiller is weer. Dus niet meer zo loopt te zeiken in zo'n hoek, waardoor je al met heel veel stress en gevecht en zo begint. Dus ik denk dat hij heeft gezien bij Horse Events van, oké, dit vond ik best wel spannend. Dus ik kom er nu thuis of bij Edwin of een rijvereniging niet meer mee weg om dan ook iets spannend te vinden. Want dat is gewoon niet met elkaar te vergelijken. Ik hoop dat hij zo denkt. Zo zal hij niet denken, zo denkt het paard niet. Maar ik ben wel echt heel blij eigenlijk sinds Horse Event is hij alleen maar aan het verbeteren. Bij Romy was hij al een stuk fijner, bij Jill was hij super fijn en nu was hij bij Edwin ook echt mega fijn. Dus ik hoop dat het een beetje hoop geeft, want ik heb dan vrijdag oefendressuur en dan die week daarna, twee weken daarna dan natuurlijk wedstrijd. Dus ik ben gewoon echt heel erg blij met hoe die deed. We hebben hem daar natuurlijk gewoon lekker op de trek gezet en Nook is nog op buitenrit met Marley geweest. Ik wil ook heel graag weer wat met Marley gaan doen deze week. Jullie merken het zeker ook dat ik er niet zoveel met Marley doe, maar het komt er gewoon elke keer niet helemaal van. En gelukkig krijgt hij natuurlijk wel gewoon zijn beweging, maar ik wil even wat meer met Marley gaan doen de komende tijd. En ik vind ook wel dat Nartje binnenkort even een weekje vrij verdient met alles wat hij gedaan heeft. Oh ja, trouwens, iemand had laatst onder mijn volgespringles gereageerd of het niet leuk was of Edwin een keer op Nartje kan rijden. Dus dat heb ik aan hem gevraagd en dat vindt hij ook heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk. Het enige wat ik een beetje lastig vind. Hoi, wat is er? Ben je geuit worden? Nee, oké, dan niet. Ik heb jaren geleden een keer natuurlijk Romy Huisman en een keer Danielle van Mierlo op Marley gehad. En dat was toen super leuk en zij reden er ook zo mee weg. En dat vond ik heel erg leuk om te zien. Alleen dan kreeg ik best wel wat reacties van, wow, Danielle of Romy, rijdt jouw paard echt veel beter dan je het jezelf doet. En dan denk ik, tuurlijk rijden ze hem veel beter, want Danielle is een Grand Prix ruiter die met meerdere paarden op dat niveau heeft gereden. En Romy Huisman is ook echt een mega fijne ruiter. Ik had toen natuurlijk alleen met Marley reed ik en nu rijd ik alleen met Narch en Mar. Dus kijk, Edwin die zal ook 100% zeker beter met Narch gaan rijden dan hoe ik hem rijd, omdat hij zo intens veel paarden heeft opgeleid, zo veel op hoog niveau heeft uitgebracht met springen en zo. Dus het lijkt me super gaaf om Edwin een keer op Nartje te zetten. Maar ik heb gewoon niet zo heel veel zin in dat soort reacties van Edwin rijdt Nartje veel beter dan jij hem rijdt. Dan denk je, tuurlijk doet hij dat. Dus ik wil het echt wel een keer doen hoor. Maar moet even kijken wanneer we dat gaan doen. Maar leuk idee, gaan we doen. Oh ja, wat trouwens ook nog leuk was. Sorry, daar leg ik de camera weg. Tijdens het losrijden. Nee, toen ik nog aan het wandelen was volgens mij. Toen vroeg Edwin dus van wat is nu na Horse Events je volgende doel? Dus ik zei nou eigenlijk dus mijn B-dressuur debuut. En toen zei ik van, oh maar we gaan ook het winterseizoen in, of het indoorseizoen. Dus dan staat er elke maand natuurlijk een parcours op de rijvereniging. Dus het lijkt me ook heel erg leuk om parcours te gaan springen met hem. Maar gewoon lekker op 40 centimeter of zo, weet je wel. Want eind deze maand is er dus al de eerste springwedstrijd weer. Maar dan is de BB paarden begint vanaf 70 centimeter. Nou, dat vind ik nog te hoog om daar gelijk een heel parcours mee te doen. En Edwin zei ook van, nou dat is inderdaad, als je voor het eerst parcours gaat doen, zou ik dat zeker niet gelijk tijdens een wedstrijd doen. Maar omdat er dus ook elke maand een oefenparcours klaar staat, zei hij van, bel me dan op die dagen, want dan kom ik helpen. Of misschien kunnen we regelen, want Edwin geeft op de maandagavond les op de rijvereniging. Dus als bijvoorbeeld op zaterdag wedstrijd is geweest, dan kunnen we natuurlijk vragen van, willen jullie het parcours laten staan? Dan kunnen wij maandag nog tijdens de springles het parcours meenemen. Kunnen we hem daarna gewoon opruimen. Of als precies die woensdag daarna nog het oefenparcours zou staan. Want op woensdag, eerste woensdag van de maand staat vaak het oefenparcours. Kunnen we hem bijvoorbeeld ook nog steeds laten staan. Dus Edwin zei, ja, dat wilde ik horen. Dat je parcours wilde gaan rijden deze winter. Want ik denk dat jullie daar zeker voor klaar voor zijn. En daar kan ik jullie natuurlijk hartstikke goed mee begeleiden. Dus dat was ook grappig. En ook een beetje spannend. Maar ook heel veel zin in om parcours te gaan rijden met Nartje deze winter. De volgende dag werd ik wakker met heel veel lawaai, want ze waren bij ons in de omgeving het mais aan het oogsten, weghalen, hoe je het ook wil noemen. En toen dacht ik, dit levert vast gave plaatjes op, dus ik rende uit mijn bed, pakte de drone die niet opgeladen was, dus ik kon hem helaas maar heel eventjes de lucht in doen. En heb ik degene die hiermee bezig waren even lastig gevallen met de drone. Hopelijk had er niet te veel last van me. Daarna heb ik nog eventjes de paardjes gefilmd, aangezien de batterij van de drone dus niet zo lang meeging. En gewoon aanschouwd met hoe dit in zijn werk gaat. Want het zijn echt transformers van de machines.
En heel erg interessant om te zien, maar wel heel erg jammer dat het mais weer weg is. Het geeft natuurlijk ook wel weer een mooi open uitzicht nu. Maar juist dat mais, dat was zo mooi groen. Dat gaf juist een beetje dat gesloten gevoel. Dat had ook wel weer wat. En de paarden die vonden het allemaal een beetje raar. Maar ze waren er eigenlijk best prima onder. Dezelfde dag nog kwam de osteopaat voor zowel Nacho, Marley als Ax. Hebben ze daarna eventjes rust gehad. En de volgende beelden gaan over de verenigingsles. Het doel van de verenigingsles was voor mij om gewoon een rustig rondje te rijden. En wellicht wat te oefenen aan de galop. Omdat we dus morgen oefendressuur zouden hebben. Maar ja, het ging niet. Eigenlijk ging het alles behalve. Er zaten ook echt wel fijnere stukken in. Dit was een best wel oké galopje. Maar voornamelijk de rechtergalop. Omdat, en dan in de volte die ik hier straks ga draaien. Of poging doe tot draaien. Moet hij richting de mensen, of de ouders van de andere mensen. Weet je, of de grooms die daar staan. Moet hij die kant op draaien. En dat wil hij niet. En dan doet hij dus dit. Gelukkig hebben we het wel goed kunnen afsluiten. Goedemorgen, er wordt een hoop getoeterd hier in de buurt. Ik ben op de rijvereniging, gisteravond waren we hier natuurlijk ook voor de les. Want ik heb weer oefendressuur van Marlon van Wissen. Een beetje een soort generale repetitie, want over 2 weken heb ik eigenlijk onze B-debuut gepland. Gisteren was hij echt vreselijk met rijden. Nou, ook wel goede stukken tussen hoor, maar ook best wel vervelende stukken. Dus daar ga ik nu nog eventjes een beetje op oefenen. En normaal gesproken moet je eigenlijk tijdens het losrijden niet meer oefenen op dingen die moeilijk zijn. Maar het is allemaal oefen, dus ik ga gewoon even mijn momenten voor nemen. Isabel is met Nacho daar eventjes aan het lopen. Die heeft erg veel spanning op een of andere manier. Misschien door het weer, het is best wel winderig. Ik heb wel mijn witte rijbroek aan en wel gewoon zijn wedstrijd outfit, maar ik heb niet helemaal geknot, daar heb ik echt geen zin in. En ja, veel plezier met kijken van de proef ook straks. Je gaat straks kijken naar een deel van een B-proef. Dit is de 3e keer dat wij dit doen uit mijn hoofd. Dus heel veel ervaring hebben we nog niet en daarom gaan we natuurlijk ook oefenen. Het losrijden ging helaas niet heel erg goed, dat vertel ik jullie na de proef. Maar daardoor ging ik best wel op safe rijden, waardoor het inderdaad ontbrak aan activiteit. Oké, we gaan naar de B-proef kijken. En wat is belangrijk in de B-proef? Dat de verbinding al een beetje gaat komen. Hij hoeft niet meteen helemaal aan de teugel te lopen, maar wel wat in verbinding. Dus dat je contact houdt met de mond. En dat hij iets actiever, dus ook die impuls is heel belangrijk in die lagere klasses. Het binnenkomen is een 6,5, mag je vooral wat actiever. Ook hier in deze gebroken lijn, die is wel netjes op de letter, maar hij moet nog wel iets actiever. Dus je mag een klein beetje meer naar voren rijden. Oh ja, met weer gebroken lijn, ik moest zelf ook even kijken. Oké, hou mooi die verbinding met het paard, dus dat je die aanleuning houdt. Dat is goed en dan actief. Dat is heel belangrijk, dat het actief is. Een 7 voor die gebroken lijn. Aangalopperen. Daar komt hij wel iets tegen de hand, hè? Dus dan moet je hem goed aan je buitenteugel houden. Dat hij ronder blijft, buitenteugel binnenbeen. Daardoor krijg je een 5 voor het aangalopperen. Ja, kijk, hij heeft nog gewoon veel spanning. En hij is heel erg kijkerig. Maar het is een 6,5. Voor een 7 moet hij meer naar voren lopen. Moet je hem eigenlijk meer naar de hand toe lopen. Iets meer buiten teugel in die overgang. 5,5 voor die overgang. Die voelt hem wat meer uitrijden. Dat hij niet te veel... Zet het maar naast mij neer, hoor. Zet het maar naast mij neer. En hij moet meer buigen ook. Daar heb je een 6 voor die volte. Die moet beter verdeeld worden. 6,5 voor die overgang naar de draf. En voor die overgang naar de stap. Een 6 die moet vloeiender. Dus dan moet je meer uitsmeren die overgang. Dit is wel goed. Hij heeft wel een goede takt van stappen. Let op die aanleuning. Een 7 voor die enkele stappen verruimen. En die neus moet tussen de boeg en de voorknie. En de neus ook wat meer van je af. Dus die hals moet meer zakken en de neus iets meer van je af. Een 6 voor het halsstrekken. Teugels weer op maat maken. 6,5.
Goed zo. Hou hem goed aan je rechte teugel en aan je binnenbeen. Zodat je hem de hoeken inhoudt. Een 7 voor de 1,5 volt links. Iets meer aan je rechte teugel als je nog hoger wil. Rechtuit. Een 6,5 mag die iets actiever. B rechterhand. 6,5 buigen. Een 7 voor dat draven. En een 7 voor het afwenden. En het laatste stukje wel recht houden. Misschien kan je voor het afwenden daar. Krijg je wel een 8, omdat die wel heel erg mooi recht is. Vliene. Ja. Dat is even heftig, hè, met dat schrikken. Het is wel even heftig met dat schrikken, maar dan hou hem ook goed aan je buitenteugel. Blijf hem voorwaarts houden, aan je been. Zodat hij niet te veel gaat kijken. Dat je hem iets meer opsluit tussen je hand en je been. Dat is wel een belangrijke tip, denk ik, voor jou. Is dat je gewoon met hem... Ja, je moet toch kilometers maken met hem, hè. Zodat je hem ook beter leert kennen. Zodat hij je niet verrast in één keer, hè. En toen was het de volgende dag. Aan de ene kant wil ik er geen enkel woord over vuil maken. Aan de andere kant wil ik er ook heel veel over vertellen. Maar deze week was echt een achtbaan van emoties. Het was echt hoge hoogtepunten en hele lage dieptepunten. Waar die maandag gewoon zo fijn was tijdens de springles. Zowel eigenlijk gewoon niet schrikachtig en tijdens het springen zelf. Donderdag is hij naar osteopaat geweest, maar daar heeft ze bijna niks voor me hoeven doen. Want hij zat dus heel goed in zijn vel. Dus ik dacht, oh, dan kan hij prima donderdag eventjes mee naar de verenigingsles. Even een beetje simpel dressuren en dan vrijdagochtend die oefendressuur doen. Nou, toen donderdag deed hij dus al heel erg lijp. Ook al zaten er daar echt nog wel goede stukken tussen. En vrijdag, ja. Het begon eigenlijk al een beetje... Toen we aankwamen, normaal moet je dan in de kleine bak losrijden. En dan in de grote bak doe je dan de clinic die je hebt geboekt. Dat kan een les zijn. Dat kan, wat ik met Marley natuurlijk ook veel met Marlon heb gedaan. Een les met daarna een proef. Of een proef en dan daarna een les. Of echt alleen een proef. En ik wilde natuurlijk het een beetje nabootsen. Dus ik had echt alleen een proef gedaan. Maar in die kleine bak waren al 3 mensen die gewoon op de rijvereniging in pensioen staan. Aan het rijden. En ook met balkjes aan het werk. En dat is een... ongeveer 20 bij 40 bak. Dus toen dacht ik, ja, ik ga hier niet losrijden. Dus dan, aangezien ik als eerste was van die dag, kan ik dan beter gewoon in een grote bak tussen de witte dressuurhekjes alvast gaan losrijden. Maar toen moesten ze dus nog de witte dressuurhekjes opzetten. Dus terwijl ik daar aan het losrijden was, hebben zij die baan opgezet. Dus dat heeft natuurlijk al de nodige een beetje spanning opgeleverd. En ik probeerde hem echt los te rijden zoals ik hem de laatste tijd de hele tijd losrijd. Dus lang, laag, mooi over de rug, op me zit, zoals Jill had verteld. En met de tips van Romy in mijn hoofd. Maar het wilde niet. Hij was zo bonk spanning in zijn lichaam. En ik heb echt heel veel weggeknipt. Want hij heeft denk ik wel 4 keer bijna recht overeind gestaan. Tot 1 keer dat ik echt dacht, nou kan je niet recht overeind, want hij is wel heel erg hoog. Maar in ieder geval dat hij even flink deed stijgeren. En dan maakt hij zo'n draai. In 1 keer ook echt wel dat hij in die draai nog een soort gekke wokkel maakte. Dat ik echt dacht, volgens mij liggen we gewoon samen straks. En het is zo moeilijk dan om aan de ene kant je rust te bewaren. En aan de andere kant hem duidelijk te maken dat je niet gediend bent van dit gedrag. En het is best wel moeilijk ook meer, waar komt dit dan vandaan? Want je was van de week zo'n fijne week met hem gehad. En toen dacht ik echt, yes, hij heeft het licht gezien met Horse Event. En nu is het soort all over again of zo. En dan keer 10. Ik weet het niet. Het enige wat ik me kan bedenken is dat we misschien deze week te veel gedaan hebben. Dat hij een beetje overprikkeld is. Maar ja, als ik hem normaal gesproken heel ontspannen rondrijd, dan is er eigenlijk weinig aan de hand. Maar dat ging niet. Dus ik kan het wel gaan analyseren. Maar ik denk dat we gewoon dit moeten vergeten. Vergeten en gewoon met een schone lei beginnen. En niet denken aan wat deze 2 dagen is gebeurd. En natuurlijk, jonge paarden, dat is normaal, hè. Het gaat de ene keer goed, het gaat de andere keer minder goed. Maar ik heb het daarna nog, aan de aanleiding van mijn story die ik had geplaatst, nog met wat mensen erover gehad die ook veel jonge paarden rijden. En ook wel wat tips uitgehaald, maar het blijft gewoon best wel een beetje moeilijk. Ah, het zonnetje komt terug, waardoor ik erg overbelicht ben. En ik heb mijn haar trouwens geverfd. Ik heb het weer wat donkerder gemaakt voor de herfst. Misschien dat je opgevallen. Ik ga het hierbij laten. Ik heb vandaag een ESDR training weer met hem gehad bij de koeien.
We hadden eindelijk een soort doorbraak na 3 lessen. Dus hopelijk kunnen we daar ook weer op voortborduren. Vandaag is hij lekker vrij na alles wat hij natuurlijk meegemaakt heeft deze week. En dan ga ik morgen denk ik gewoon rustig met longeren beginnen. Ik wil even weer een buitenritje met hem plannen. En dan gewoon een keer hier weer thuis rijden. Volgens mij heb ik woensdag les bij Romy thuis. Dus we blijven wel een beetje bezig. Maar aan de ene kant moet ik dus even de rust bij hem bewaren. Dat hij dus niet overprikkeld is. Aan de andere kant ja, wil je ook gewoon wel een beetje trainen. Dus ik ga even kijken hoe hij het aankomende 2 weken gaat doen. Voordat ik besluit of ik mee ga doen met die wedstrijd. Aan de andere kant denk ik ook weer van ja, wat Marlon zei, we moeten kilometers gaan maken. Dus misschien moet ik gewoon opgeven voor die wedstrijd. En eventueel HC, maar kan ook gewoon gaan. Misschien gaat het hartstikke goed in 1 keer. Je weet het niet. En gewoon voor de ervaring gaan. En al het negatieve gedrag negeren en op het positieve focussen. Makkelijker gezegd dan gedaan met die lijpe sprongen die hij af en toe maakt. Oké, ik ga de vlog bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie het begrijpen dat het niet altijd roze geur en maneschijn is met ons Nudge. Dat weten jullie ondertussen wel, maar gaandeweg in zijn opleiding wil ik eerlijk blijven, de struggles delen. Ja, blij zijn wanneer het heel goed gaat en ook gewoon een beetje chagrijnig zijn wanneer het niet goed gaat. Relativeren en weer door. Nou, de zon schijnt nu wel erg veel in mijn gezicht. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag weer bij de volgende vlog. Doei!